Paul, mijn Emirates ID-nummer heb ik diverse keren door moeten geven bij de bank. Nu heb ik een nieuwe Emirates ID-card, want ik ben de vorige kwijtgeraakt. Is nu het nummer hetzelfde gebleven of moet ik ook alle banken en andere autoriteiten op de hoogte brengen van mijn nieuwe Emirates ID-nummer? Hoe zit dat? Hele goede vraag. Als je je Emirates ID-card kwijt bent geraakt, dan blijft je Emirates ID-nummer hetzelfde. Met andere woorden, dat hoef je niet apart door te gaan geven aan banken, autoriteiten, utility companies, etc. Wat verandert is de datum tot wanneer je visum geldig was. Dat interval was wat groter en dat is nu wat kleiner, want het gaat in op de dag dat je nieuwe Emirates ID-card is afgedrukt.